Dat heb ik de afgelopen weken vaak gehoord. We hebben vast gehad en tevoren ook nog tot min 4 en min 5 graden. Maar vandaag toch wel vaak redelijk weer. Alhoewel enkele dagen nog zeer mistig was. Maar er is de afgelopen nacht toch beduidend verandering ingekomen. Er kwam meer wind en er is ook regen naar ons toegekomen. Dan kwam ook zachte lucht naar de achterhoek. Een groot gebied, een regengebied, trok van west naar oost over Nederland. En daar had de achterhoek ook mee te maken. Want de temperatuur liep langzaam op. Het werd een graadje of 8 Eind van de dag. Vanavond en de komende nacht kan er nog een enkel beurtje vallen. Maar gewoon weg de nacht werd het toch wel wat dreuren, Maar niet koud, Want de temperatuur zal nauwelijks dalen. Ik denk de minimumtemperatuur zal rond de 6 graden liggen. Ik heb nog wel een foto, een mooie foto met uh, berijpte weilanden aan het ingestuurd. En wil je ook een foto insturen? Dan kan een foto at gerritsweerpraat.nl. Vandaag ben we weer met de WebProat in Ulf bij de moeder Teresa stichting en Nehemiestit Leo Kok. Leo, uh, moeder Teresa stichting wat is uh, de doelstelling van? De doelstelling is hulp te bieden aan de allerarmsten in Oost-Europa. Dat is natuurlijk een heel ruim begrip, want het is uh, in de loop van de jaren natuurlijk een beetje veranderd, de doelstellingen. Maar nog steeds zijn er in Oost-Europa heel veel mensen die hulpbehoevend zijn en die proberen wij met allerlei manieren te helpen. Want jullie hebben hier kleding, zie ik hier, dat uh, wordt jullie allemaal aangeboden? Ja, dit uh, is onze winkel in Ulft en de, de kleding die wij hier uh, verkopen, die hebben wij grotendeels gekocht. Wij zamelen ook heel veel tweedehands kleding in, die wij naar Oost-Europa transporteren om daar de mensen van kleding te voorzien. Daar is de behoefte gewoon heel erg groot. Want uh, jullie uh, doen niet alleen kleding verkopen en nog wat anders, want dit weekend geeft er ook uh, wat gebeuren. Ja, wij hebben elk jaar een inzamelingsactie. Eind van het jaar, zo omstreeks kerstmis. Om wat extra gelden te verzamelen. Om onze kosten te dekken. De transporten zijn natuurlijk kostbaar. Om de kleding naar Oost-Europa te krijgen. En daarvoor hebben wij een actie. Die hebben we in het verleden tien jaar lang in, in Doerichem gedaan. Op het Simonsplein. En dan van het jaar voor het eerst doen wij het in Ulf. In een eendagse actie. Om toch proberen wat middelen in te zamelen voor ons doel. Want. Uh... Het werd een eendagsactie en uh, dat gaat zondag gebeuren. Ja. En wat zit er op stapel? Dat zit op stapel. Het begint met een uitzending, live uitzending van Optimaal Prima Hollandia. Die beginnen vanaf 9 uur in de Dru, in, in de schaflokaal in de foyer. Hebben ze een opstelling staan waar hun dus de uitzending van verzorgen. En daarvoor is iedereen welkom om te komen kijken. Daar zijn wij aanwezig om mensen te informeren over onze doelen die wij daar voor ogen hebben. En dan, daarna. Eerst in de popzaal een muziek optreden van uh, allerlei bands die daar uh, gratis hun optreden doen. om gewoon de mensen te vermaken, om gewoon een gezellige dag van te maken. en voor ons doel gewoon gelden in te zamelen. Dus vanaf 9 uur kunnen mensen al uh, terecht? Ja, vanaf 9 uur kunnen mensen terecht. en wij verwachten tegen 5 uur een eindresultaat bekend te kunnen maken. Want uh, hoe genereer je door, uh, doen jullie collecties of hoe je dat de Nee, we hebben geen intree. Wij uh, gaan op de, de goedgevendheid van de mensen aan. We, doen dus, we zetten daar een collectebus neer om een, een donatie te doen. Voor de rest is het een vrij programma. Nou, dat uh, lijkt een uh, heel mooi programma te worden. En uh, met het weer uh, lukt het wel, want de mensen komen volgens mij gewoon aan bij Ja, we kunnen uh, de deur openzetten en het waait vol. Dat kan heel makkelijk zijn. En we hebben natuurlijk uh, in het verleden wel getest met slecht weer. Daarom zeiden we, nou, laten we het een keer binnen doen. Misschien is dat gezellig. Nou. Ik hoop dat er veel mensen komen. Ik uh, wens u veel plezier, Leo, met de stichting uh, aan komende zondag. Oké, okay, dank wel. Want in het weekend staat ook in het teken van toch wel redelijk wat wind, maar ook uh, regen. Hoewel het zaterdag nog wel met Zaterdag zal er nog een enkel beutje vallen, maar meer meeste tijd blijft het nog wel droog. Misschien probeert de zon nog even door te piepen, maar veel zal het niet zijn. Maar het wordt langzamerhand zachter, want uh, zaterdag kan het al een graad of negen worden. In de nacht naar de zondag is het ook droog. En zondagochtend, voor de vroege vogels... Dan is het ook nog dreug, maar in de loop van de ochtend en dan zal vrij snel, dan komt er ook alweer opnieuw regen naar ons toe. En zondag wind en regen staat er dan ook op het menu. Maar het is wel zo: het werd wel weer nog wat zachter. Want zondag kunnen we de 10 graden halen. Het blijft wisselvallig de komende tijd. Want ook na het weekend toch wel redelijk zacht in eerste instantie. Later iets minder zacht, maar. Uh, voorlopig geen vorst meer, maar elke dag wel kans op wat regen. Dus voorlopig geen schaats weer, maar de paraplu bij de hand goed gaan.